Hey, goedemiddag, het is weer woensdag 4 uur en we gaan weer een QA sessie doen. Maurice, je had voorspeld dat vandaag een all time high zou zijn. Is dat gelukt? Ja, nee. Oh. Okay. Ja, er is we een all time, een time high. Word, ja? <laughs> ja, er is een all time high. Alleen nee. Die is nog niet door het RVM gemeld, omdat er een, een deel van de uh, meldingen van de GGD niet doorgekomen zijn bij het RVM. De GGD-cijfers van afgelopen maandag waren 13.500. En uh, dan komt er meestal nog. RVM heeft er dan nog een. 7, 8% bij. Dan zou het 14.500 vandaag zijn. Dus 14.500 zou dat moeten zijn. Maar ze hebben maar 12.700 gemeld. Ik zie het, ja. Maar het is 14.500 had het moeten zijn. Ja, maar en zelfs op die site zelf. Uh, als je. Staan die, die 13.500 er ook op? Alleen op een andere plek? Oké. Okay. Hier, dat is makkelijk. Doe dan op het eind en kijk dan wat er staat: uh, 13.573. 13 <laughs> ja, alleen die zijn niet doorgekomen bij de RVM. Dus hieronder staat dat er hier vandaag 13.000 en hierboven staat. Dat het totaal 12.700 is, terwijl dat eigenlijk, gewoon, dat eigenlijk meer moet zijn dan die 13.500. Ja, ja, want de, de, de RVM krijgt nog vanuit andere plekken ook cijfers. Dan krijg je morgen dus 15.000. Mm -hmm. En met die 15.000, uh, dat is ook weer tegelijk. Hè? Vanavond is het, vergadert het OMT, morgen vergadert het kabinet. Ja. En uh, wat is het? V vrijdagavond heb je dan een persconferentie. En die komt dan in de setting van het bijzondere record. Eerst had het AD voor uh, zaterdag het wonder van Portugal. Ja. 92, 98% uh, gevaccineerd. En vandaag stond er zowel Spanje als Portugal hier in de. Hier, daar is hij. Oké. Okay. Nou ja, en wat is hun, is hun geheim? Nou, nou, wat is nou het interessante? Als je naar Europa kijkt, zie je gebieden dicht bij elkaar die dezelfde trends hebben. Dit is Frankrijk en Spanje en Italië en Portugal. En je ziet ingetekend de vaccinatiegraad bij de bevolking boven de 12 jaar. Mm -hmm. En Spanje 89, Portugal 98, Frankrijk 80 en 82%. Als je de ontwikkeling ziet van het aantal positief getesten, dan loopt het de laatste twee maanden vrijwel gelijk. Yeah. Dan kan je, en wat roepen ze dus? Ja, kijk, Spanje en Portugal dankzij het hoge vaccinatiegraad. Ja, maar Frankrijk heeft 80% met ongeveer dezelfde cijfers. Als je nou even naar beneden gaat, heb ik uh, Midden-Europa, Westen-Midden-Europa, dit België, du Nederland, Duitsland, Oostenrijk, uh, Polen, uh, Hongarije. En dan zie je allemaal dat het de laatste uh, maand fors omhoog gegaan is. Yeah. Neem de vaccinatiegraad van België is 86%, is maar 3% lager dan Spanje. Yeah. Dus dan gaan ze artikelen maken om te roepen dat de, hoge, de goede cijfers in. Portugal en Spanje komen dankzij de vaccinatie. Ja, dan ja, ja. moet je zeggen, goh, hoe komt het dan in België? Terwijl, ja, een hogere vaccinatie heeft best wel een bepaald effect. Alleen, het, het, ze hebben daar ander weer dan in deze regio's. En dat is de belangrijkste uh, uh, aanleiding van da in, uh, hier in deze gebieden... dat het omhoog gaat sinds begin oktober. En, en in, in dat gebied... Blijft het laag. Ik heb Sp Scandinavië ook gekeken. Ja, daar zie je Zweden met een lagere vaccinatiegraad dan, uh, dan bij ons. En daar zijn de cijfers uh, als het ware net zo laag als of zelfs lager dan in Portugal en in Spanje. Dus ja. Maar waarom is het in Zweden zo laag dan? Nou, Zweden Wat is het heeft daar twee. Klimaat? Nee, je ziet trouwens ook in uh, Noorwegen en in Finland relatief lage cijfers. Als je naar de uh, klimaatverdeling keek, en dat heb ik ook. Uh, Gezien uh, in maart vorig jaar, ook met Chicago en zo. Mm -hmm. Dat gebieden zoals met name dus uh, die noordelijke landen. Uh, de nachten bedu beduidend kouder zijn dan, uh, dan bij ons. De, de dagtemperatuur ook lager is. Mm -hmm. En dat op een of andere manier, want er waren ook mensen die me dat hebben gezegd. dat ook de wijze waarop huizen ingericht zijn in dat soort gebieden. Um, laat ik zeggen, gunstiger werken op blijkbaar. de bestrijding van het virus. Last but not least, de aanname met Zweden is is dat de immuniteit uh, daar uh, heel hoog is. Maar niet zozeer primair door de vaccinatie, maar doordat ze het veel breder hebben laten uh, rondgaan. Mm -hmm. Oké, okay, dus dat heeft dus. Dan, dan, ja, dan zeg je dat eigenlijk de verklaring, en daar kom ik zo meteen nog verder op. maar... Het weer is ongelooflijk belangrijk in, 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 in deze zaken. Niet zozeer de maatregelen, maar het weer is eigenlijk, lijkt overweldigend ja. uh, belangrijk. Er zegt er iemand, en er zegt iemand van: Scandinavië heeft een veel lagere bevolkingsdichtheid. En overal kl klopt het als je het hele land neemt. Maar ik heb vorig jaar een artikel geschreven waar ik Noord-Brabant heb vergeleken met de provincie waar Stockholm in ligt. En de provincie Stockholm is qua oppervlakte gelijk aan Noord-Brabant en is qua inwoners gelijk aan Noord-Brabant. Mm -hmm. En de cijfers in Noord-Brabant zijn echt een stuk hoger geweest dan in Stockholm toen. Gaan we even door over de, ziekenhuis, de, de, de ziekenhuisopnames. Ja, nog even die ziekenhuisopnames. Oké, okay, dit zijn de cijfers van uh, Nederland van gisteren zoals bekend is gemaakt. En dit is conform de percentages waar ik het, die ik ook bij de GGD steeds zie, rond de 45%. En ook, dat zul je direct zien, dat de laatste twee dagen dat maar door blijft gaan. Hè? Dus het is niet zo dat er een duidelijke afzwakking hiervan is. Nou, hier zie je de toename van het aantal ziekenhuisopnames. Nou, dat, dat neemt toen niet in dezelfde snelheid als de uh, positieve testen. En de toename van de IC's. Maar voldoende om de druk onder, op de ziekenhuizen sterk verder toe te laten nemen. Uh, met name de stijging onder de ouderen bepaalt. De opname in de ziekenhuizen. Ja. En de stijging nu onder, jongeren, onder de oudste groep. is niet uh, zo groot als. Uh, is ook groot, maar niet zo groot als het onder de jongeren is. Met name onder ja. de 20 zien we momenteel behoorlijke stijgingen. Dan ga ik. Uh, Gaan we zo deze... even laten zien, hè? want daar heb je een artikel over geschreven. Ja, ja, maar ik heb ook grafieken. En dan zie je hier het totale aantal afgenomen testen. die neemt sterk toe. Dan zaten hier 17%, maar besef, en dat wat je hieronder ziet: hoeveel testen er zijn geweest. ter bevestiging van een positieve zelftest. Kijk. Ja. En dit zijn, hè, dit, is, dit zijn positieve testen. waarvan mensen al wisten dat ze positief waren. Ja. En dit zijn mensen die gegaan zijn zonder dat ze dat wisten. En daar zie je dat het percentage rond de 10% positief is. Wat we ook weten, is testen voor toegang. Daar. Was het 0,7% van de 400.000 mensen die zich hebben laten testen? Hebben een positieve uitslag. En dat ja, is beduidend ja, meer ja, dat dan. Was, ja, want vroeger was het toch 0,1 of vroeger? Een paar ja, weken ja, geleden. 0,1 was de ja. uh, derde week van september. Ja. Dus dat is een teken dat de uh, incidentie, zoals het heet, ja, beduidend hoger is dan zeven weken geleden. Nou, dan is dit dan inderdaad de GGD. Kijk, hier is die GGD en hier hebben we die 13.574. Mm -hmm. En wat ik doe is steeds de week daarvoor, rood is maandag. 56% meer. Maar kijk, de laatste drie dagen. Nee, nu is het wel zo dat er uh, meer getest is. Want kijk, als je de zondag, deze zondag neemt, waren het de 33.000, dit waren de 56.000, hè? Mm -hmm. En ja. hier waren het uh, 53.000 en nu waren het 76.000. Dus een deel ja. van die stijging komt ook doordat er meer mensen zich laten testen. Maar aan testen voor toegang zien we wel dat er ook een reële uh, stijging is. Het is heel belangrijk om dit te zien. Dit is in de positieve testen per dag gemiddeld qua leeftijd. En dat is, dan zie je bij welke groepen het stijgt. Nou, het stijgt bij allemaal. En relatief gezien, omdat de laagste groep hier heel laag begint, is dit ook een, een grote stijging. Snap je? Want het begint op een ja, lager niveau. Maar in absolute zin zie je hier de grote. En hier, onder de 20 jaar, dat, dat is dit al. Dat is, uh, en en het, het lijkt erop dat dus met name bij, op scholen het aantal besmettingen na de uh, herfstvakantie... Duidelijk aan het toenemen is. Uh, pak een beetje 30%, 25-30% is boven de 60 jaar. Mm -hmm. Maar wat er dan komt, en dit is relevanter voor de druk op de ziekenhuizen. Nou, daar zie je dus diezelfde grafiek die, die je net liet zien, maar dit is dan de opnames ziekenhuis per week naar leeftijd. Ja. En daar zie je dat die onder deze groepen ja, gewoon heel rustig ja. oploopt. Ja, ja. En bom. Uh, en, uh, en dan zie je hier ja, deze groepen, en met name deze groepen, ja, daar gaat het dus sky high. En de druk op de ziekenhuizen komt dus met name hierdoor. Want ik bedoel, als het alleen maar als iedereen ongeveer in dit tempo ging, dan was het he behoorlijk overzichtelijk. Dan was er nog wel een toename. Maar overzichtelijk, maar dit ja. zijn de, 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 de grote aantallen. Ja, en dan is natuurlijk weer de volgende vraag. Hoeveel procent van deze 80-jarigen, waar er dus 400 van naar het ziekenhuis gaan, hoeveel daarvan denk ik, zijn, zijn gevaccineerd en niet, en niet gevaccineerd? Dan komen we direct op, dat zal ik wel zeggen. Maar ja. als, je, pak een als je kijkt naar België mm -hmm. en kijkt naar Wales en kijkt naar Engeland, en dan pak je alleen de groep boven de 70 jaar, dan is daar het gedeelte gevaccineerd al uh, boven de 80% daar omdat dat vaccin zo aan het afnemen is, de werking met name bij de ouderen, ja, dat de druk op de ziekenhuizen. Uh, gaat gewoon is, verder toenemen weer. Ja. ja, maar die komt dus uit juist de stijging onder de uh, gevaccineerden. Gevaccineerden, ja, nee, uiteraard. ze uh, had een vraag over die booster shots. Zijn, zijn die anders dan de gewone vaccins van uh, Pfizer? Zover ik begrepen heb, maar. Ik ben daar niet 100% deskundig in, uh, dat die niet anders zijn. Nou, dit is weer die grafiek die ik elke week uh, update. En dit is de grafiek van het aandeel gevaccineerden onder de positief getesten naar leeftijd. Ik heb het nu in twee uh, grafieken van gemaakt. En zo zie je hoe eigenlijk per week, en het, het is uh, in werkelijkheid, rapporteert het RVM over steeds zes weken en schuift dan op en laat deze grafiek niet zien. maar die die maak ik door elke week een Excel-sheet te vullen met de ja. cijfers die per week komen. En je ziet gewoon, en nu ook bij de jongste leeftijdsgroepen, dat dit gaat stijgen. Nou ja, dan, kan je nog dan is het zeker zo dat het aandeel gevaccineerden onder deze, die zitten hier of hier. Dus er dus, is een duidelijke bescherming. Maar die bescherming was een week of tien geleden, 24, althans, beduidend groter dan nu. En deze stijging is niet gekomen omdat deze groep 40 tot 49 jaar zich inmiddels een veel grotere maat heeft laten vaccineren. Dus ja. hier zie je gewoon voor je ogen gebeuren het afnemend effect voor infectie van vaccinatie. Maar als je kijkt naar deze grafiek, dat is de groep ouderen. Ja. Nou, als je dan neemt 70, 79, 80 plus, die zat hier op de 80 procent. Um, uh, de... En die loopt nu, dit is een waarde van 87%. Nou, als, dat loopt echt vrijwel naar het niveau van uh, de gevaccineerden. En iemand komt morgen met een artikel daarover: dat je niet eens gevaccineerden en ongevaccineerden exact zo mag vergelijken. Omdat de resterende ongevaccineerden uh, niet één op één een, een steekproef zijn uit de gevaccineerden. Dus het kan ook zijn. Dat ongevaccineerden bijvoorbeeld uh, voor een deel meer zijn ook al geïnfecteerd. En aan de andere keer uh, een zwakker immuniteitssysteem heeft. Dus dat is op allerlei manieren. Deel. Maar dit percentage hier, wat je hier ziet, en ook de groep 60 tot 69 jaar. Hier zit de kern van het punt dat het vaccinatie gewoon in bescherming afneemt. En hier is de grafiek alleen die van uh, uh, infectie. Als je het ziekenhuisopname zou doen. Zou die grafiek hetzelfde uitzien, maar op een wat lager niveau beginnen? Dus dan gaat hij ook omhoog, maar zit hij misschien hier? Maar de toeloofstroom in de ziekenhuizen komen hier vandaan. Ja. En als je deze grafiek seks ziet, dan zie je al hoe, uh, wat de schijnveiligste verheiligheid is van de QR-code. Mm -hmm. dit dit, hier zie je mensen die met de QR-code ergens naar binnen komen, behalve als ze uh, symptomen hebben en weten dat ze ziek zijn. En als je nog in een ruimte binnenkomt, wat is dan de kans dat je, als je corona krijgt, dat je dat van een gevaccineerde krijgt of een ongevaccineerde die zich niet heeft laten testen? Kun je ons even meenemen? Ja, ik, deze? en het, is, het zijn wat aannames, maar alleen om ja, ja. het sommetje even duidelijk te maken. Laten we even zeggen: 10.000 mensen komen bij een bijeenkomst. Maar dat kunnen ook 100 zijn, maar voor de cijfers ja. is het makkelijker. En we zullen zeggen dat 9.000 mensen volledig gevaccineerd zijn en 1.000 niet, en die hebben zich laten testen. Ja. Nou, die 1.000 die aanwezig zijn. Die zijn negatief getest. Nou, daar kan nog wel een foutje bij gemaakt zijn, maar oké. Okay. Die, 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 dat, dat, uh, die, die wel positief ja. zijn, terwijl ze enzovoort, Maar oké, okay. laten we dat even buiten beschouwing houden. De, we weten bij testen voor toegang dat zeven van die duizend een positieve test hebben gekregen. Ja. Dus als ze niet waren getest, waren hier zeven binnengekomen... Van die uh, duizend dat ze positief waren. Dat is die 0,7% die... van de testen voor toegang. Dat... Ja, nou, dan gaan we naar uh, 9000 mensen. Die zijn dubbel gevaccineerd. En voor deze som ben ik even uitgegaan. dat die dubbel gevaccineerden. maar een kwart uh, in mindere mate positief zijn. dan de ongevaccineerden. En daar heb ik een kwart van genomen. En waarom een Want, kwart, waarom niet de helft? Waarom niet nee, omdat, een om maar een sommetje, ja, omdat als ik de helft zeg, of dan roept iedereen ja, dat zou ook minder kunnen zijn. Dus ik heb het bewust lager gehouden. Nou, dan zie je dat die 9000 die komen, dan 16 positief zijn zonder dat ze het weten. Mm -hmm. Dus onder die 10.000 aanwezigen zijn 16 positieve die anderen zouden kunnen infecteren. Dus twee maar, keer zoveel, meer dan twee keer zoveel als het aantal, uh, zeg maar, dat via testen Dat als, als mensen waren binnengekomen zonder zich zonder te testen. testen. Als je naar een concert gaat van oudere mensen, dan zijn die cijfers nog veel negatiever dan als je naar jongeren gaat. Exact. Bij oudere ja. mensen uh, werken die cijfers weer ongunstig. Maar het geeft alleen even het gevoel: wat is nu de waarde van een QR-test, van dat, uh, die toegangspas, als. Uh, met 0,7% uh, incidentie. Toen het 0,1% was, was het ook al, laat ik zeggen, onzin. Maar was het, waren er geen 16, maar was dat maar, waren dat er maar twee geweest? Mm -hmm. Ja. Dan had je, dan kan je nog zeggen, ja dat zijn er zo weinig, maar goed. En wat gaan ze doen? Nou, wat ze ook vanmorgen of uh, vrijdag aankondigen. Ze gaan de coronatoegangspas nog meer inzetten. Ja. Maar vanuit de logica van jouw redenering zou het beter zijn om, om iedereen testen voor toegang te laten doen, ook, ook de gevaccineerden. Ja, de logica zou zijn, maar dat, dat zeggen ze ook in Duitsland, er zijn meerdere virologen die dat gezegd hebben. He, we moeten eigenlijk geen 2G, we moeten 1G. Namelijk alleen mensen die getest zijn en verder niet. Mijn punt was altijd, nee, je moet beginnen om te, te zorgen dat die ruimte veilig is. En als die ruimte veilig is, kan iedereen naar binnen. En als de ruimte niet veilig is. En zeker als het in een situatie is waar relatief veel mensen zijn die positief zijn, en dat is op dit moment best het geval. Hè? Als, we het, als we die 0,7 zien bij testen voor toegang. Dan zit je met het probleem dat je ruimte niet veilig is. En wat doe je dan? Ja. ja, niet een corona toegangspas. Dan zeg je of inderdaad iedereen testen, of je gaat andere maatregelen nemen. Dat zou kunnen zijn dat je uh, andere manieren van bescherming. Ik bedoel hebben we ook al gezien dat je met goede luchtfilters en zo. En mijn bedoeling was vorig jaar dat ik dat dat er gewoon een een, een vignet kwam op ja, ruimtes. Veilige ruimtes, en dan, ja. We ja. gisteren naar de bioscoop gegaan, maar paté en daar was daar kwam de CO2 meter niet boven de 800. Ja, maar ik was laatst ook op een congres, ook in een bioscoop, daar kwam je echt niet over de boven de 700. Ik was ...bij een uh, studentencollege uh, uh, anderhalve week geleden. En daar was hij continu 1500, in een ja. nieuw gebouw. En toen kwam gisteravond uh, Zaaier van Sanquin. Deze grafiek van Zaaier van uh, augustus. Ja. En dit was... ...dat waren antistoffen bij de verschillende leeftijdsklassen. Ja. En dat was 27% van de antistoffen bij deze groep kwamen door infectie. En 65% zouden komen door vaccinatie. Dat, dat, dus bij elkaar was dat 92%. En bij deze groep was het 9%. 9 dus 98% had antistoffen, 9% door infectie en 89% door vaccinatie. Dat was wat ze in september, wat ze in augustus hebben meegeteld. En gisteravond kwam Zaaier en die liet een ander onderzoek zien. En wat zegt dit? Dit zegt een soort indicatie van antistoffen. De mensen die uh, het doorgemaakt hebben, die staan eigenlijk allemaal ongeveer op hetzelfde niveau als antistoffen. He, allemaal op dit niveau. Ja. Zelfs hier om boven. Maar, de mensen die gevaccineerd zijn, daar neemt het af. En ja. hier zie je die groep AstraZeneca, zal ik maar zeggen, waar jij in zit. Yay, dat ben ik, ja. ja. Want deze groep was vooral AstraZeneca. Maar, het interessante, deze grafiek laat een paar belangrijke dingen zien. A, dat die studie uit Amerika, waar bleek dat uh, vaccinatie een betere bescherming gaf dan infectie. Nou, dat wordt hier zwaar door gelogen straft. Maar, gecombineerd met mijn vorige uh, grafiek, zie je iets heel belangrijks. Als je naar deze groep kijkt, de oudste groep, dan is die oudste groep vrijwel alleen maar door vaccinatie beschermd. Want er zijn maar heel weinig, relatief weinig die de infectie hebben doorgemaakt. Terwijl bij deze groep dat een groter aandeel is. En dat betekent dat omdat infectie een, een betere bescherming biedt dan vaccinatie... ...deze, ja, een soort dubbel whammy van je bent het minste beschermd door infectie... ...en de vaccinatie die je dan wel hebt, die geeft je uh, nog maar weinig bescherming. Ja. Dus hier zie je eigenlijk ons huidig probleem. Ja, ten voeten uit. Hoeveel procent van de bevolking denk je dat het ongeveer is die het nu heeft gehad? Ja, die, die ik de, zou zeggen waren, rond de ja. 35, 40 procent lijkt, lijkt, me, 40, de, ja. lijkt me de. de en als je, beste... dus dit eigenlijk, als je deze grafiek dus twee maanden geleden had gehad. dan waren die 71 en 75 jaren veel beter beschermd. Ja, dat, dat, dat neem ik aan, maar dat is het jammere. Dus, ik heb dat rapport niet gezien. Ik geloof dat ze drie, vier maanden geleden dit onderzoek niet hebben gedaan. Maar het was juist fascinerend om dan die vergelijking te kunnen zien. Nee, maar wat het wel zegt is dat uh, deze groep zijn bescherming uh, voor zover die uit de infectie komt, ja, die is nog behoorlijk hoog. Hoog, ja. hetzelfde gebleven als je het met die anderen ziet. Maar deze is he heel laag. En wat dit rapport nog niet laat zien is, komt het nou laag omdat het die leeftijd is, of komt het laag omdat ze een tijd geleden pas, uh, omdat ze lang geleden gevaccineerd zijn? Ik denk het laatste. Maar dat, heb ik, dat ben ik nog niet tegengekomen in het onderzoek. Maar goed, deze grafiek is al gewoon hartstikke interessant. Want dit ja. laat inderdaad zien dat als jij als ouderen beschermd wil worden, is het eigenlijk omdat je het gewoon gehad hebt. En eh, als je die 51, 71 tot 75 jarigen dan dan is het vaccin bijna uitgewerkt. Hij noemde ook gisteren ja. het getal: elke zes weken een halfwaarde. Dus na zes weken is het nog 50%, is het 50 van de 90% bescherming. Daarna weer zes weken. Dan ga je dus van, 5, van 90 naar 45, naar 22, naar 11. En daar zijn dus deze ongeveer aan uh, overgehouden. Dat betekent dus dat die boostershots voor als ze beschermd willen worden, eh, dat dat een rationele strategie is. Ja, als je dus de, de toeloop in de ziekenhuizen wil afremmen, dan, dan, en dat is vooral die ouderen, dan is een boostershot voor ouderen inderdaad uh, een strategie, de strategie. Alleen waar, waar ik ontzettend bang voor ben, want dat zie je ook in andere landen, dat het weer een boostershot uh, voor iedereen gaat worden. En dat ze beginnen eerst met deze en dan gaan ze het, uh, lage leeftijden, Oostenrijk, Frankrijk, zie je dat gebeuren. En dan zeggen ze ja, als je je booster... En Israël heeft het gedaan. Als je je boostershot niet uh, neemt. Uh, binnen zes maanden na je tweede vaccinatie. dan tel je als ongevaccineerd. Terwijl bij die hele keuze die je zou gaan doen. rondom boostershot, kan je het bij kwetsbaren en ouderen. je het nog indenken. Maar bij de rest van de samenleving, als je dat gaat doen. dan maak je impliciet de keuze. om bij wijze van spreken de rest van je leven. Elke half jaar of een jaar tegen COVID in gevac gevaccineerd te worden. Terwijl die jongeren dan, en de, waar dat, die leeftijdsgrens begint, maakt me even niet uit. Maar dat kan zeker ook al bij 40 of 30 of 50 zelfs zijn. Het doormaken van de, de, de besmetting, maar dan wel in een situatie waar je niet te veel virus inademt, zou best uiteindelijk uh, de, de strategie zijn om zo min mogelijk uh, besmetting in de toekomst te krijgen. Ook daarvoor dien je ruimtes veiliger te maken, omdat ja. als je de ruimtes onveilig maakt, dan is de kans groter dat iemand die lang in zo'n ruimte verkeert, waar wel virus zou zijn, ja, die kan behoorlijk ziek worden, zelfs als hij wat jonger is. Ja, wat ik ook nog eventjes wou laten zien, dat ik zal nog even bijzoeken, langs, die... is deze, is Zweden. En Zweden is dus echt, is, is, ja, heeft een, een hoge piek gehad in, in uh, vorig vorigjaars winter, en, maar is nu zeg maar compleet... Uh, een van de laagste, zeg maar. Onder, onder, uh, onder Australië en zeker onder Nederland. Je, je hebt daar een artikel over gepubliceerd. Op ja, ik kwam een, een, een interessant artikel tegen van een Zweedse journalist. En die heb ik met zijn toestemming uh, vertaald. Hij geeft dus aan hoe steeds de buitenwereld naar Zweden keek. En hoe het allemaal helemaal verkeerd zou aflopen. En, en vervolgens uh, zegt hij, ja, nu, nu de cijfers in Zweden vergeleken met de andere landen. Ja, Ze relatief gunstig ontwikkelen, besteedt me verder geen aandacht meer aan Zweden. Iedereen was uh, over, uh, over Zweden aan het uh, waarschuwen dat dit toch echt niet kon? En, en ook het grappige wat hij ook zegt, is dat ook in Zweden waren er een heleboel deskundigen die ook helemaal dit niet uh, die, die het helemaal niet uh, goed vonden. Hier zie je dat. Uh, Sluit Zweden af om het land te beschermen. Dat zijn een journalist van Zwe Zweden zelf en allemaal deskundigen. En die vertelden dus ja dat er 96.000 uh, Zweden uh, zouden doodgaan, computermodellen. En, uh, maar in ieder geval, dus nu, nu staan ze op uh, nummer 21. Hè? Nou. In, in plaats van, op de plaats van 21. Ze doen het nu eigenlijk gewoon hartstikke goed. Maar ja, niemand dat, praat er meer over. Ja, dat zeggen ze. Dat, dat is zijn opmerking. Ja, dan is uh, Zweden niet relevant, uh, interessant meer. Want hoe doet hij het qua vaccinatie? Ja, vrij, goed, vrij hoog, maar, maar onder Nederland nog geloof ik, ergens 78 of 76 procent. Als je de cijfers, de ontwikkeling in de eerste paar maanden, drie maanden in Israël zag, was dat heel hoopgevend. Maar waren ook al mensen die waarschuwden dat dat uh, uiteindelijk ging afnemen, het effect. Dus wist dat niet, wel of niet? Nou ja, dat weten we nu wel, dat het dat afneemt. En nu moet je dus de juist een conclusie trekken, en die conclusie is dat we ons inderdaad niet uit die pandemie uiteindelijk gaan prikken en dat we de ouderen, kwetsbaren de kans moeten geven om nog wel een derde booster te nemen, maar bij de rest van de samenleving gewoon moeten zorgen dat daar ja, moeten accepteren dat daar meer dat daar de besmettingen uiteindelijk de bescherming geven, maar moet je zorgen dat je voor een besmetting zo goed mogelijke medicijnen hebt en wat ik heel belangrijk vind, in ieder geval deel ik mijn leven zo in ik zorg dat ik niet in situaties kom lang. waarvan ik denk. waar ik een behoorlijk risico heb. dat ik een lange tijd het virus inadem. Um, en doordat er angst in de samenleving zit. kan men zich ontzettend veel veroorloven aan maatregelen. En die worden geaccepteerd. omdat mensen bang zijn. En zolang die angst in de samenleving blijft. voelen ze daar niet de noodzaak. om daarin. in een vorm van protest te, te komen. Maar ik heb iets anders gedaan, meerdere keren. Ik ben bij winkels naar binnen gegaan waar ik klant was. En dat deed ik al vorig jaar. En dat heb ik regelmatig ook gedaan. Waar ik gevraagd heb: hoeveel van het personeel is besmet geraakt? Want de klanten weet je niet, maar het personeel. En wat ja. bleek dan? Dat dat eigenlijk uh, uh, nul was of heel laag was. Ik heb op basis van. Gesprekken met, uh, met zo'n supermarkt waar 100 mensen werken, uh, werk. daarvan krijg ik steeds terug dat er eigenlijk onder personeel geen grote uitbraak is geweest. Ik denk niet dat in supermarkten je je onveilig zou hoeven te voelen. Absoluut niet. Jongens, heel hartelijk bedankt. We zien jullie dus volgende week woensdag weer. Dank jullie wel.